Zaterdagochtend. Kleine oogjes en gespannen gezichtjes. Wat staat er allemaal te gebeuren? We beginnen met de sportworkshop, gaan door naar een vuurwapeninstructie, gevolgd door een rollenspel met als afsluiter zelfverdediging en aanhoudingstechnieken op de dojo. Spannend, dat proeven aan het politievak. Maar naar wie is de politie op zoek? Wat zijn nou de belangrijkste eigenschappen van een goede agent? Altijd integer zijn. Je moet overwicht hebben, want op straat moet je toch een goed verhaal kunnen vertellen. Je moet stressbestendig zijn. Je moet ook flexibel zijn, want ja, er gebeurt zoveel in de buitenwereld waar wij in mee moeten bewegen. Dus een agent moet ook flexibel zijn. Dus wij gingen op zoek naar integere, stressbestendige, flexibele agenten in spe die ook nog eens overwicht hebben. Te beginnen in de sportzaal. Hier zagen we er een paar, waarvan er eentje zelf iets minder zag. Welke van de vier eigenschappen denken zij in huis te hebben? Ik denk flexibel op zich. Ja, ook wel niet flexibel. Op naar de vuurwapeninstructie. Leg het wapen weg! Oké, okay. Okay. Aanhouden! Laat je handen zien! Laat je handen zien! Bij de instructie werd duidelijk dat agenten in levensgevaarlijke situaties terecht kunnen komen. Wat moet een goede agent dan in huis hebben? Sowieso stressbestendigheid. Ik denk ook wel heel erg belangrijk zelfbeheersing is. En ja, dat je goed weet wat je doet en dat je niet zomaar iets doet. Nou, ik denk dat hij ook gewoon rustig moet reageren, niet gelijk te woedend. Hij moet ook gewoon overwicht vertonen. En ja, hij moet gewoon altijd rustig blijven. Workshop nummer 3 was het rollenspel. Politie, kunt u even open doen? Oh, hij gaat door. Goedemiddag. Hoi, dat is even van de politie. Ronald. Hoi, Ingmar. Hoi. De agenten die je hier ziet zijn dus leerlingen die willen proeven van het politievak. Hoi. Wij hoorden wat geruzie hier in de buurt. En, ja, nee, nee. Nee, dat lijkt me zo. Kom even zitten, schat. Kom even zitten. Dat is mooi. We nemen hem mee. Ja? Ja. Hoezo? Okay. Volgens uw vrouw is er wel wat gebeurd, dus we willen u graag even verhoren op het station. Op bureau? Ja. Ja. Nou, in ieder geval, mevrouw, dat zorgt mij voor dat hij naar het ziekenhuis gaat. En dan mag u met ons even mee naar het bureau, alstublieft. Ik heb echt niks gezegd. Dat zal wel, hoe komen ze dan bij? Hè? Meneer, ik ga gewoon even meer rustig naar het bureau. Hoe komen ze daar dan bij? Praten we daar verder, meneer. Loopt u met mij even mee naar de deur? Je hebt een probleem, hè? Laat hem met rust. Laat hem met rust. Ga naar buiten. Kom maar mee, praat het bureau verder. Kom jij ook, er wordt voor gezorgd dat naar het bureau. De laatste workshop was zelfverdediging en aanhoudingstechnieken. Van de vier eigenschappen waarnaar we op zoek waren, zijn we alleen integer nog niet tegengekomen. Hopelijk zien we deze enthousiastelingen over een paar jaar in uniform terug als eerlijke en onkreukbare agenten op straat.